Soms moet je het leven niet al te serieus nemen. En vandaag gaan we het erover hebben. Waarom? Ik had een keer een paniekaanval boven aan de trap. En mijn mm -hmm. vader bleef daar er heel erg rustig over. Het doet echt de ambulance bellen, dit, dat, zo, zo. En mijn vader zat alleen maar, ja, je weet wat het is. En hij zat gewoon grapjes te maken en zo. En toen dacht ik van, je neemt me niet serieus. Maar het probleem op dat moment was dat ik het zelf veel te serieus nam. Waar kun je echt boos om worden en waarom? Nou, um, gisteren werd ik nog boos. Ik kreeg ineens een mailtje van Bol, waar we de spellen verkochten, dat uh, mijn account opgeschort uh, voor tijdelijk is. Midden in de week, waarin ik veel kan verkopen en net een leuke actie had staan. Ja. Daar kan ik boos om worden. Omdat ik aan de ene kant het zelf ook had kunnen weten ergens, want ze doen dat als je honderd bestellingen hebt gedaan en je bent niet bij uh, hun percentage heb je niet goed gehaald dan willen ze het gaan controleren mm -hmm. ergens is het goed want natuurlijk ook mensen die uh, misbruik maken of slechte producten verkopen of weet je wel dan gaan ze alsnog mm -hmm. controleren dus ik snap het wel maar het is net ik kan wel gefrustreerd raken dat het net in deze week is. En ik kreeg ook nog eens op dit spel, omdat ik hem in de verkeerde categorie had gezet, dat ik een CE-keurmerk moest hebben. Maar dit spel is dus niet voor kinderen bedoeld, het is wel voor kinderen bedoeld, maar kinderen gaan hier niet mee spelen. Het is altijd met begeleiding staat er ook in. Daar, wordt, daar is het ook voor gemaakt. Dus ik ben een beetje boos op mezelf en een beetje boos op bol.com. Ja. Op dit moment. Want uh, deze wilde ik ook verkopen. Het is nu namelijk Black Friday week, dus mensen gaan kopen. Ja, het is altijd wel leuk om uh, als onderneming om uh, te proberen ook je eigen spelletjes een beetje te kunnen verkopen. Mm -hmm. Ja, deze week gaat het dus niet zo. Maar nou op is ook een beetje een vreemd systeem, toch? Want jij kreeg al heel vaak dat je het niet op tijd ja. gestuurd had. Ja, voor mensen die het niet weten, als wij we via bol.com uh, verkopen, dan heb je een soort van back-end en daarin wordt getracked uh, of producten op tijd aankomen. Je kan een 24 uur garantie geven, bijvoorbeeld. Maar als dat niet gehaald wordt, dan ga je, ga je in punten naar beneden. Het is dus een puntensysteem. Eigenlijk vind ik het een klein beetje eng dat ze dat ook doen op die manier. Want uh, ik kan er niks aan doen als, Bob, als uh, PostNL verkeerd levert. Mm -hmm. uh, want dat gebeurt en dan krijg ik dus daar, terwijl ik het elke dag gelijk wegstuur, want dat doen we eigenlijk altijd, ja. uh, kan ik alsnog uh, een, ja, een soort van strike tussen aanhalingstekens krijgen. Maar kun je dan niet beter gewoon je levertijden langer zetten? Ja, maar dan gaan ga of... mensen dus minder bestellen. Ja, omdat ze denken ik wil morgen geen huis hebben. Ja. En in principe kunnen we binnen 24 uur leveren als PostNL dat goed doet. Ja, maar ja. eigenlijk kun je er dus niet van uitgaan dat je binnen 24 uur kunt leveren eigenlijk wel, want de meeste gaan goed, alleen er gaan er een paar niet goed en dan zit je al snel aan. We willen 93 en dan zit je al snel aan als je op 100 bestellingen dan mag je er maar 7 fout doen of fouten zijn of stekers. Mm -hmm. Ja, nou, dat gaat, geloof me, dat gaat PostNL nou echt wel doen. Ja. Maar ja, goed. Dus uh, daar ben ik een beetje boos en gefrustreerd over. Ja, ik denk dat je jezelf kan indekken door dan maar uh, niet te zeggen 24 uur. Nou, nee, oké, okay, dat heb ik nu ook staan, maar nu kan ik niks, niks versturen. Nee, nu niks, inderdaad. Maar als het goed is als je deze video ziet, kan het zijn dat het weer online staat... of dat ik het alleen maar nog via de webshop verkoop. Dus mocht jij het nou willen... De actie ga ik wat langer doortrekken. 1699 inclusief verzending. Via mijn eigen website kan ik dat trouwens niet doen. Maar dan zal het ongeveer dezelfde prijs zijn. Mm -hmm. Maar dat verzending zie je dan pas later. Um, dat is trouwens ook wel leuk om te weten. Dat weten mensen niet. Maar als je als, uh, nou als, als, als shop verkoopt via Bol.com. dan moet je de prijs van de verzending in je product al doen. Dus vandaar dat het soms lijkt dat een product op Bol.com duurder is. Daar is dan niet zo. Alleen de verzending zit er dan al in. Ja. Dus dat. Maar goed, dus is een beetje. Uh... Vandaar dat je altijd de illusie hebt dat je gratis verzendingen hebt op BOL. Precies. <laughs> uh, ja, maar BOL.com zelf wel, hè? Dat is mm. weer anders, wordt er anders geregeld. Ja, maar heel veel van in hun producten staan toch. zijn toch ook webshops die vanuit hunzelf verzenden? Dus. Ja, maar als, jij, als ik uit mezelf verzend, dan ga jij niet, ook al is het 16,99, ga je niet tot 20 euro, dat krijg je niet. Dat is alleen als ze nee, producten snap vanuit ik. hun kopen. Dat koopt. snap ik, ja. Ik begrijp dat. In ieder geval van hun producten zijn toch niet vanuit hun eigen magazijn? Jawel. Jawel, hebben de ze zo nog groot? steeds, Ja ja, ja. Maar zijn alleen de grote spelers toch? Alleen de grote spelers. Niet als je uh, een paar spellen per week verkoopt, dan nee. is het niet interessant. Ik heb trouwens via bol.com nu 200 spellen verkocht. In totaal. Okay. Oh, dus in maar in een jaar. Maar niet hoe heel kom je veel, aan die honderd bestellingen dan? Dat ze je gaan checken. Nou, omdat ze vorige keer hebben we ook het percentage niet gehaald, en Dan gaan ze het weer checken. Oh, en nu gaan ze het weer checken. Okay. Het kan best ja, het zijn dat ik helemaal niet zo kom kan bestellen. Het kan ook, hè? Ja, dat maar je moet niet dat mee. even die uitzetten, die uh, één dag herzending Nee, je dat kunt heb gewoon... ik ook niet. Het staat op twee dagen. Maar je okay. kan niet zeggen: van... als, als Pols snel alsnog verkeerd levert, kan ik er niks aan doen. Nee, dat is waar. Daar die frustratie en boosheid. Ja, oké. Okay ik word er ook gefrustreerd van, van jouw frustratie. Maar goed, in leukere dingen. Uh, op de webshop komt binnenkort wel onze nieuwe kleding-items. En we mm. hebben wel hele toffe dingen ontwikkeld. Daarin is het trouwens ook wel leuk dat ik uh, het spel: als jij een trui of een, een tasje of iets koopt. Nou, trui zal het waarschijnlijk alleen zijn. Maar trui koopt, krijg je hem ook voor een leukere korting. Nog een hogere korting dan dat je hem via Bob.com nu kan krijgen. Wow. Dus. En wat is het korting op korting? Is dan? Korting op korting? Dat kunnen we niet doen. Dat kan wel. Ja? Waarom niet? Ja. Dan kunnen we dat gewoon instellen. Uh, kunnen gewoon instellen. Ja, dat kunnen we instellen. Maar dan, dan nee, is het, spel echt het alleen, voor uh, 3 euro ofzo. Ze zo. kunnen het ja. alleen doen als ze een trui kopen. Dan kan je instellen. Ja, maar als het spel al in afprijzing is? Nee, dat gaat niet in afprijzing. Dan oh, zo. dan niet. Nee. Oké. Okay. Dat is dan alweer een normale prijs. Oké, okay, nou. dankjewel voor de info. Dat Prouwens, ik weet hoe ik dat ga instellen. Dat is wel zo. Want uh, je krijgt hem voor een goedkopere prijs. Maar hij wordt dan gewoon 10 euro in plaats, van 16, uh, of in plaats van iets meer. Dan is het iets meer, want het is met verzending. Nou ja, leg het nog maar uit aan ja. me. Vorige week hadden we het natuurlijk over winterdepressie. En hoe je dat kan oplossen. En daarin zeiden we ook een klein beetje dat humorgebruik ook wel heel erg belangrijk is. Mm -hmm. Daar willen we toch een klein beetje wat meer op ingaan. Want we zijn dit weekend ook weg geweest. En dan zijn we. Dan lachen we toch veel en dan ook al voel ik, ik had gisteren bijvoorbeeld op een gegeven moment ineens het idee dat ik dacht van, oh, we hadden ook een gesprek, we waren even een eierkoekje aan het eten in een, oh, een parkje. Ja. en ik het ging het even echt, helemaal mis met jou. Want, wat ging er mis dan? Ja, toen zei jij opeens van ja, tijdens zoals dit ga ik me echt afvragen, ja. Maar doe je het eigenlijk voor? Waar doe je het eigenlijk voor? Ja, dat is echt zo. Ik heb dat altijd in november. Daarom vorige week met die winterdepressie aflevering dacht ik van nou, ik zit er wel lekker in. Maar nu is het een week later. Daarom kan het ook zo verschillen. Het is zo bizar. Het kan uh -huh. zo verschillen per moment. Soms hebben we een podcast al opgenomen en is het al helemaal weg bij mij. We hadden een keer een podcast opgenomen. Uh, en toen was het helemaal down the drain. En ik voelde mm. me helemaal kut en zo. Die is nooit online gekomen. Omdat ik dacht, het weekend daarna dacht ik van nou, ik zit er wel weer lekker in. Het is zo fluctuerend. Yeah. Maar ik ben altijd wel blij dat we dingen met humor kunnen bekijken. Ja. Yeah en veel lachen. Dus eigenlijk proberen we altijd. Ook al hebben we een ruzie of uh, uh, voelt de ene zich even niet zo lekker of zo, hmm. probeert er toch altijd een klein grapje erin te maken, zodat het ja. weer wat luchtiger wordt. Ja, want, precies. Want? Nou, want. Waarom doen we dat? Ik weet niet. Dat zit gewoon in onze aard. Nou, het is ook wel een beetje om het niet allemaal zo zwaar te maken, toch? Ja, ja. Ik, nou ja, ik heb dat van huis uit eigenlijk meegekregen dat uh, dat je toch om, zelfs al is het een heel serieus, situatie dat je op een gegeven moment wel ook wat luchtigheid erin moet brengen, ja. En ik denk dat dat ja, weet je ook. Geen is natuurlijk dat je dat kan, mm. want niet iedereen ziet, uh, niet iedereen uh, heeft dat van zichzelf de humor en luchtigheid ergens in te kunnen brengen. Ja, maar je moet ook, weet je wat het ook is. Als je alles alleen maar, maar zwaar blijft bekijken... dan worden dingen nog veel zwaarder uiteindelijk. Mm -hmm. Als je er op een gegeven moment een gebbetje mee kan maken... en toch dus, wel weer een beetje de yeah. lol erin kan zien... Yeah. en dat je denkt, nou ja, wat doe ik eigenlijk een beetje raar of zo. Of, uh, mensen, net zoals in mijn mm -hmm. angstperiode. Mijn vader, ik had een keer een paniekaanval bovenaan de trap... en mijn vader mm -hmm. bleef daar heel erg rustig over. Toen ging ik op de grond liggen, in de, dramatisch. de keuken, dramatisch. Je moet echt de ambulance bellen, dit, dat, zo, zo. En mijn vader zat alleen maar, ja, je weet wat het is... en hij zat gewoon grapjes te maken en zo. En Toen dacht ik van, je neemt me niet serieus. Maar het probleem op dat moment was dat ik het zelf veel te serieus nam wat er mm -hmm. aan de hand was. Want als je een hartaanval krijgt en echt in het ziekenhuis, dan kan je niet op de grond gaan liggen eh, en zeggen van het kan niet. Dit, dit, dit. Dat gaat gewoon niet. Ja. Ik zoomde uit later en zat ik te denken van daarna ben ik bijvoorbeeld in een zakje geblazen en dat soort dingen. Als ik nu er terugkijk, ik <laughs> heb ook beelden daarvan, dan denk ik echt van jezus, wat maak je jezelf druk joh. Het ziet er ook de debiel uit zo'n zakje ja zie de bewaard maar op dat moment hielp het me wel en je mag het best serieus nemen maar het probleem is wat ik met mijn angsten bijvoorbeeld heb gedaan is dat ik dingen veel te serieus nam en jij mm -hmm. denk ook wel met heel veel dingen dat je dingen te serieus nam waardoor het juist een obstakel werd ja ja ik denk ook als je jonger bent dat het natuurlijk moeilijker is hoor je voelt alles ook gewoon dan heb je natuurlijk ook wat ja. minder levenservaring dus dan kun je dingen wat minder in perspectief plaatsen van oh ja ik weet nog wel, toen wat ik dat en dat ging ook zo en zo dat heb je dan nog niet echt dan voelt alles voor het eerst natuurlijk alsof het heel erg um intens, heftig is, zo er, ja. zoiets ergens ga ik nooit meer meemaken. Zelfs als liefdesverdriet, toch? Ja. Als je het al een paar keer hebt meegemaakt, dan weet je gewoon dat je er overheen gaat komen, dat het minder gaat worden. Maar ja. uh, en ik denk dat het hetzelfde is met uh, als je jonger bent, ja, dan, dan is het misschien lastig om de humor ergens in te zien. Ja. En als je ouder wordt, dan heb je al zoveel uh, dat denk meegemaakt. Ik wel. En, en ik denk dat er ook wel op een of andere manier een. een, een, een Ding heerst dat, je, dat, alle, dat we alles serieus moeten nemen. En je moet ook op, tot op zekere hoogte dingen serieus nemen. Mm -hmm. Maar waar ga je de grens over? En op een gegeven moment ga je wel de grens over. Ik denk dat, dat humor in alles omvattend... Ik, ik, ik ben van mening dat je overal een grap over kan en mag maken. mits je degene waar je de grap tegen maakt niet kwetst. Want dat kan. Ja, mm -hmm. Als je dat weet, kan je dat beter niet doen. Maar ik, ik denk dat in alles humor te vinden valt. In alles. Ja. Toen mijn ma op het sterfbed lag, mm -hmm. en uh, want mijn moeder, uh, voor de mensen die het niet weten, heb, uit, heeft euthanasie ge, ge, gedaan toen ik 19 was. En in de laatste week komt er dan zo'n uh, arts om te kijken van, hey, uh, hoe, hoe is de kwaliteit van leven nog? Is het inderdaad ben je nog helemaal erbij? Kunnen we ja zeggen hier tegen? En eigenlijk hebben we die laatste week nog allemaal gelachen met elkaar, van yeah. dingen uh, opgehaald en zo, weet je wel, om er een beetje mee te kunnen lachen, want ik denk dat je daardoor het ook ja, makkelijker voor jezelf maakt. Als je, als je humor in dingen ziet, als je, als je kan lachen, dan, dan is er angst. Is er, kan er ook niet zijn. Want mm -hmm. humor is een soort van tegenovergestelde van angst. Ja. Als je ergens mee kan lachen, kan je er niet bang voor zijn. Dat nee. kan niet. Nee. Je kan wel een klein beetje gespannen voelen en zo. Maar als je er echt gewoon om moet lachen om iets, ja, dan op dat moment voel je geen angst. Dat weet ik als geen ander. Dat is gewoon zo. Ja. ja, tuurlijk. Als je, als je, je hebt ook wel eens momenten dat je jezelf... Uh, nou, Wat ik misschien mensen kan meegeven, film jezelf. Als je in je naaste periode zit en ga er later eens een keer op ja. terugkijken. Maak eens een keer een selfie. Ik zou als je kijkt ja, aan het janken ja. bent en kijk later eens terug. heb ik ook in mijn boek gedaan. Er staan allemaal selfies van mezelf. Dat ik allemaal aan het janken ben. Dat ik in de metro zit en nu denk of in de tram <laughs> of zo. En ik weet nog precies hoe ik me voelde. Maar nu denk ik echt van is jongen, maar maak je, het een, maak je het ook zo groot voor jezelf? En dat ik ook echt van moest lachen. Van, ja. Zo. Zo onbenullig eigenlijk. Terwijl op dat mm. moment voelt het echt als extreem. En nou, wil ja. ik, vind ik het ook dat ik het serieus moet nemen. En ergens moet je het ook wel. Maar dat is ook een hele moeilijke scheidingslijn. Want hoe, hoe ouder je nou, wordt, hoe, daar, ja. hoe, hoe luchtiger je er misschien ook mee omspringt. Daarom denk ik dat ook oudere mensen dingen ook wat. Ik denk, nou, wat jij zegt, ja. Het daar... komt allemaal wel goed. Uh, joh, we zien het allemaal wel. En, uh, of een grapje ermee maken. Ik denk dat oudere mensen wel, doordat ze meer hebben meegemaakt, ook wel inzien dat de dingen die je bijvoorbeeld als tiener of als twintiger heel serieus neemt dat die later eigenlijk heel onbenuttig blijken te zijn. En dat ze daar eigenlijk wel om kunnen lachen... en dat ze denken van, ja, wat maakte ik me toen eigenlijk druk? Mijn vader zei toen ook, toen ik uit huis ging... toen hadden we heel gezeik met het, uh, het samenwonen... met een uh, vergunning, ver, uh, vergunning die we moesten hebben... omdat ze eigenlijk basically geen paupers wilden in die wijk... En het liefste mensen wil, ja, dat is gewoon Wacht, zo. nog een keer geen paupers in die wijk wilden hebben, dus je moest een vergunning hebben dat je een bepaald soort geld verdiende om daar te kunnen wonen, omdat ze niet wilden dat die hele wijk gewoon uh, met uh, mensen waren die arm was. Dat is de armste wijk van Rotterdam waar ik woonde, oh. van Nederland zelfs, oh, okay. volgens mij trouwens. De Tarwewijk, en dan moest je een hoe noemden ze die vergunning nou? Ik weet niet meer hoe die heette, maar. Destijds maakte zich super druk erom en helemaal spanning erom. Want ja, gaan we het wel krijgen? Moest je naar de gemeente? Gingen ze keuring doen? Mm. Moesten we allemaal papieren meenemen? En dat soort dingen. Nu, zeven, acht, acht jaar later, denk ik echt van... Jeetje, wat maak je je dan druk? En moet ik wel om lachen om die beelden als ik het terugzie. Dat ik denk, ja, dit soort dingen blijf je altijd doen. En hoe ouder je wordt, hoe, hoe korter dat denk ik ook wordt. Als je dat op een gegeven moment beseft dat dingen heel relatief zijn. En niet mm -hmm. per se um, het einde van de wereld betekent. Ja, nou, wilde ik nog even terughaken op iets wat 15 minuten geleden gezegd werd? Nou, jij bent altijd, uh, jij hebt <laughs> altijd het idee dat uh, jij altijd veel aan het woord bent. Nu ben ik een keer aan ja, het Ja, ik wilde even inhaken goed. op iets. Dus ik heb heel erg mijn best gedaan om het te onthouden. Nou. Maar het was een hoop hoor, een hoop <laughs> Ja, hey, het is een podcast toch? <laughs> Alle frustraties komen eruit. Oh, nou, ik denk dat jij straks beelden gaat terugzien waar ik geprobeerd heb. Uh, 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 nee hoor, ik zag het al haken. aan je, maar ik wilde het even afmaken. Oh, je wilde het even afmaken. En nou, jij zei. Ik ben nog steeds niet klaar. Als jij een situatie. Ik ben nog steeds niet klaar. <laughs> ga maar <even> <laughs> nog Gaantje, nee, ik ben klaar. Als jij een situatie hebt waarin het heel heftig voelt. Yeah. Bijvoorbeeld, hij uh, verliest je baan of zo. Omdat het oneerlijk gegaan is en uh, ze willen je eruit hebben. Mm. Zo'n situatie. Het voelt natuurlijk ontzettend kut. En dan ga je huilen en dan ga je stampen. Ze, uh, Stampij maken. Stampij maken. Dat veel mensen stampij maken. Ja, ja stampij bij een partner. Als ze dan zeggen van het is oneerlijk. En ja, uh, ze hebben me de nou kans niet talk. gegeven. Ja. En ik heb dit en dat en dat. En dan kan het voelen wanneer je er op een luchtige manier met humor naar zou willen kijken. Mm -hmm. Dat je een soort van afdoet aan die ervaring. Dat zei ik toch net ook? Ja, dus dat wat jij zei, dat vond ik eigenlijk heel erg pakkend. Uh, uh, mm -hmm. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Mm -hmm. Met mijn werk. Mm -hmm. uh, toen ik dat... Uh, ik voelde alsof ik het niet er luchtig over mocht doen. Dat het een soort van... Ik moest in dat rot gevoel blijven mm -hmm. om het legit te houden. Ja. Om, ja. om, om te zeggen van... Ja, het, wat ik mee heb gemaakt is echt rot. En als ik dan zou zeggen van... Ja, dat was ergens ook wel weer een beetje... Hilarisch eigenlijk. Mm -hmm. Wat ik nu wel kan zien. Gekkigheid. Uh, dat kon op dat moment niet, want dan voelt het voor jezelf alsof je heel overdreven gedaan hebt al die tijd. Ja, ja. en dat is hetzelfde als toen ik op die, op die grond lag en uh, ja. deed van. Pa zie je het nou niet? Het gaat echt niet goed met me. Ja. Dat deed ik ook extra waarschijnlijk nog. Omdat ik wilde dat hij ook wel begreep dat het niet goed met me ging. Daarom hebben denk ik ook mensen in ruzies en alles moeite met. Uh, ergens op een geintje lachen. Ja. Want dan denken ze van... ja, maar dan neem ik mezelf niet serieus. Ja, of de ander neemt mij niet serieus. Maar eigenlijk is het soms wel eens goed... om jezelf niet al te serieus te nemen... Ja. op sommige vlakken. Ik denk dat wij in de maatschappij leven... op dit moment... en ik, dit is een, wordt een bold statement... Oh. dat we onszelf veel te serieus nemen. Ja, veel maar ook voelen dat we dat moeten... omdat we anders uh, onze ervaringen niet doen of zo. Dat, maar humor mag ook nu tegenwoordig... in heel veel gevallen niet meer gebruikt worden... omdat mensen dan gekwetst zich voelen... Ja. Dat begrijp ik. En dat is ook vervelend. Ik voel me ook wel eens, nou Ik voel me eigenlijk weinig gekwetst, moet ik eerlijk zeggen. Want je laat jezelf kwetsen ja. in principe. Um, vind ik. zeg maar even, want ik weet dat, dat hier mensen nogal hard op gaan als ik hier uh, nee, ja. statements op lachen nee, maken. Maar nee, maar ik, ben ik met vind wel, ik vind al, wel ja. dat we te veel humor zijn gaan zien als iets negatiefs. Terwijl, ja. ik denk, als we met elkaar lachen, dat het wel echt al een stuk dingen kan oplossen. Ik zeg niet alles, hè. Komt het ook niet een beetje vanuit uh, opvoeding? Dat als je als kind bijvoorbeeld uh, liet merken... dat je toch ergens wel een beetje overheen uh, was... dat ze dan gelijk zeiden van... Uh, um, van, oh, uh, nou, je bent er weer. Uh, je bent weer vrolijk. Dat je dan dacht van, nee, ik ben nog steeds boos. Yeah. Dat je als kind toch al snel merkte van... dat uh, als je bijvoorbeeld um, een huilend kind hebt en je geeft een snoepje en het kind is gelijk weer blij... dan zeggen volwassenen toch al snel... Nou, oh, daar was je dus niet verdrietig. Ja, dus dan maken ze het kleiner. Of Maak het kleiner terwijl ja. je denkt, van ja, wel, ik was net wel verdrietig... maar je hebt me net opgevrolijkt. Ja, het is nu weer opgelost. Dan betekent niet dat dat niet bestond. Ja. Dus dat je misschien heel erg het gevoel hebt van... Uh, um, dat je ergens in moet blijven zitten voordat je... Ah, ja. In, onmaskerd wordt of In zo. mijn angsten <laughs> heb ik wel veel dat ik dat ook wel heb gedaan inderdaad. dat ik dacht van oh ik moet echt hierin blijven zitten want anders nemen mensen me niet serieus ja, en uh, ik kan er ik, niet ja. mee lachen als ik er mee ga lachen dan voel je je gelijk van oh de ander die dus ik begrijp dat allemaal wel de ander die neemt het dan ook niet meer serieus want ik lach nu weet je wel of die denkt van mm -hmm. terwijl de ander die denkt van oh fijn het gaat weer iets beter weet je wel dat is ook alleen maar een geruststelling ja. voor die ander dus ik snap het ook wel. Ja we vinden mensen ook moeilijk om te horen hè dat ze uh, even rot uh, niet lekker gaan en ze op een dag wel er wat vrolijker dat dan mensen gelijk zeggen van oh ik vind het zo fijn dat je eruit bent ja. terwijl zij het idee hebben van nee ik ben er niet uit van dan zijn ze bang dat het niet meer serieus genomen wordt denk ik ja, dat dat elkaar een en, beetje in stand houden. ja dat is het probleem want dan ga je het ook tegen jezelf weer lopen verkondigen van oh nee het gaat inderdaad niet goed terwijl misschien gaat het soms wel beter kijk op dit moment Gaat het bij mij elke dag. Nou, de ochtend denk ik, oh, het gaat wel lekker. En dan heb ik weer even een momentje wat ik iets voel in mijn lichaam dat ik denk. Oh, en dan, dan daarna denk ik, oh, het gaat eigenlijk wel weer. Lekker. En dan heb ik weer iets wat ik denk, oh, God, voel ik me zo. En dat gaat heel de hele dag door, in principe. Het ja, gaat ja. de hele dag door, als je je niet helemaal 100% lekker in je vel voelt. Maar ja, dan zijn we wel misschien wat comfortabeler om te zeggen het gaat rot, maar we zijn minder comfortabel om te zeggen het gaat even goed nu. Ja, omdat je dan bang bent dat het A niet serieus genomen wordt en mm -hmm. B dat je ook bang bent, want dat is, heb ik ook wel heel veel gehad, dat je bang bent dat het dadelijk weer niet zo goed gaat. Terwijl ja. je kan beter genieten op het moment dat je denkt van, oh, nou, het gaat nu wel lekker. Wat er dadelijk is, is dadelijk, maar op ja. dit moment gaat het wel lekker. Maar we, ik heb het idee dat we onszelf in de greep houden van, oh nee, nu gaat het kut, uh, dus moet ik daar ook in blijven zitten, mm -hmm. want ja, ik ben bang om te zeggen dat het dadelijk wel wat beter gaat. Ja dus voor mij ook een leerproces. De afgelopen ja, maanden ben ik het steeds meer in mijn hoofd. Dat ik denk: oh ja, het is veel logischer dat je als het iets beter gaat, mag je het wel tegen jezelf zeggen. Oh, het gaat nu wel iets lekkerder. Het is prima. Uh, wat er dadelijk is, is dadelijk, weet je wel. Ja. Dat, dat ga ik nu niet overoordelen of zo. Het is dus eigenlijk ook wel weer een goede les voor ons. Hè? Dat we dat we uh, durven te genieten van de moment dat het goed gaat. Ja. Dat heel vaak durf je niet te genieten, want je denkt, het gaat zo toch wel weer slecht. Ja, want dat, en, dan, en dan weet je, dan zet je je, je hele gedachte goed al dat het dadelijk misschien niet... Dus je zet je eigenlijk al schrap. Mm -hmm. Terwijl er nog geen botsing is, snap je? Dus nee. al, dat ga je in een auto ook niet doen. Je zit in een auto, ja. er is niks aan de hand. Er is geen botsing, er is ook geen gevaar of iets. Maar je gaat je wel al schrap zetten. Dan, mm -hmm. zit, je toch, dan zit je niet fijn. Nee. Dus je heel je lichaam is al helemaal erop afgesteld dat het dadelijk niet heel heel lekker gaat. Want ja, de, de afgelopen tijd ging het ook al niet lekker. Nu mm -hmm. gaat het wel lekker. Maar ja, het kan ook zijn dat het dadelijk weer niet lekker gaat. Ja, als je een reeks van ervaringen hebt van als het even goed gaat... en je gaat volledig genieten, gaat het weer even minder. Dan denk je van, oh, misschien mag ik niet genieten van die momenten. Want ik moet wel bewust blijven van dat het zelfs minder kan gaan. Ja. Ja, eigenlijk een herhaling van wat je net allemaal zegt. En sorry. ik wil ik wil dat <laughs> maakt het maakt niet uit, het is alleen <laughs> maar goed toch? Ik wil wel daarbij zeggen want ik zeg het nu heel makkelijk en 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 nou ja, uh, uh, nou ja makkelijk. Ik maar kan het makkelijk zeggen momenten, en ik weet dat maar het blijft echt een ding. Ik vind het zelf ook echt super lastig, hè? Het is niet dat ik nu denk: "Oh ja, ik ben de grote goeroe en ik weet alles." Dat is het helemaal niet. Maar ik zie wel dat het beter werkt als ik nu bijvoorbeeld dan heb ik weet in mijn lichaam ik denk: "Oh kut, oh mijn hart. Oeh, het oeh, gaat meer meer kloppen." En dan denk ik nu Probeer ik bij mezelf te zeggen: Oké, okay, dat is een signaal van mijn lichaam. Er is, er is iets, ik weet niet wat, maar ik kan wel heel tijd naar het negatieve trekken. Mm -hmm. Maar het kan ook gewoon zijn dat mijn lichaam eventjes iets moest verwerken. Of ja. ik heb net even trap gelopen. Of ik heb net dit gedaan of dat gedaan. Ik hoef niet continu op alles in te tunen. Nee. Uh, om daar iets uh, van te vinden of, of, of bang van te hoeven zijn of zo. En dit, dit is dan mm -hmm. heel erg. Gedreven op de gevoelens die ik in mijn lichaam heb. Gisteren had ik bijvoorbeeld ging ik op een school lesgeven met het spel. Uh, Gingen we een mentale gezondheidsspel doen. Jij was meegegaan ter mental sport. Want op dit moment lukt het me nog niet helemaal om uh, alleen dingen te ondernemen. Ik vind dat kut om te zeggen. En ik vind het ook erg slecht van mezelf. Maar aan de andere kant het is nou helemaal zo. Ik kan het wel, um, ik wilde het eigenlijk altijd voor mezelf houden, maar het is nou helemaal zo. Is zoals het is ja, maar ik denk ook als het is inderdaad zoals het is en je moet ook niet uh, um, de dingen die je heel spannend vindt opeens gaan oefenen met ik ga alleen of zo nee, want dan moet dat deed wel ik in opgebouwd worden wel. vroeger deed ik dat wel deed ik echt uh, dan moest het gelijk weer in één keer zo gaan en ja. of dan moest je, hey, theorie toppers um, dan moest het van mezelf ja, gelijk er doorheen en dat en dat kan werken in sommige situaties als het nog niet te ver is denk ik mm -hmm. alleen ik merk nu wel dat dat het dat ik ga eens kijken hoe ik dit in stapjes kan doen. En mocht dat niet lukken, dan moet ik op een gegeven moment toch een keer deze, deze knip doen. En wel gewoon in één keer doen. Ja, of kruisende wegen toch? Kruisende wegen. Inderdaad. Ja, ja. Guylaine, die gaat deze week voor de theorie-examen. Dus we zijn nou ja, helemaal met de theorie overmorgen. Toch? Ja, ja, maar dat is vorige week voor hun. Ah, oké. Okay. Dus. Uh, dan, dan weet mijn future zelf op die dag al of ik geslaagd ben. Dat wel inderdaad, ja. ja, ja. Dus we zijn helemaal in de theorie-toppers, maar die, die vent. Quincy, 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 Quincy. Quincy, 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 Quincy ja. Die doet de hele tijd. Ja, die knipt heel erg met zijn vingers. Als iemand theorie toppers heeft gezien, <laughs> die dan, weet het. We zijn op een gegeven moment gaan we heel de tijd. En ja, dan deze? Die kruisende wegen. Kruisende is wel wegen, echt, heel leuk. En uh, samen sterk, toch? Nee, nee, Even gelijkwaardig. Sterk. gelijkwaardig. Even en deze, sterk. maar heel de tijd. Ja. Volgende. Het is wel heel interessant om dat, uh, die cursus te doen. Want het is veel makkelijker als uit een boek uh, te leren. Ik heb ook uit het boek geleerd en ik heb ook, uh, ik doe van alles. Ja, maar goed, uh, waar hadden we het nou over? Ik ben echt een theorie theorietoppertje. Ze is dus een theorie theorietoppertje. Nee, ik weet niet meer waar het over gaat. Ja, dat ik, uh, ik in één keer alles wilde doen. En ik, ik vind het wel lastig dat ik moet zeggen dat ik inderdaad dat ik jouw hulp nodig had daarbij. Mm -hmm. Maar goed, gisteren dus, uh, en dan, dan, dan uh, waren we in dat park, waren we aan het praten en ging het toch. Nou ja, toen voelde ik me even. Bro. Maar dat kan ook eierkoekje erbij. Eierkoekje erbij. Jij, ik had niet gegeten toen. Nee. Dat was pas later. Dat mm -hmm. ik een beetje gespannen was. Ik was ook gespannen, dus ik denk dat daarom ook dingen wat meer binnenkomen. Sowieso. Ik merk ook steeds meer. Vroeger. Besefte ik nooit dat ik gespannen was voor iets wat dan moest gebeuren. Nu denk ik, oh ja, ik ben gespannen voor iets. Dus logisch dat ik dit nu voel. Ja. Gisteren voelde ik me ook een klein beetje. Huh? Terwijl het heel zonnig buiten was en zo. Maar ik had wel een beetje het idee van waarom doe ik dit nou eigenlijk allemaal? Weet je, wel ga ik naar zo'n school toe, twee keer praten. Moest en... ik jou weer even herinneren aan waarvoor je het ook weer deed. Maar dat is allemaal tijdelijk, uiteindelijk. Ja, ik denk dat uh, we nog half niet beseffen hoeveel gedachten gewoon komen en gaan. Dat, dat je niet overal hoeft, uh, zoals jij zegt, op in te tunen. Nou, je hoeft niet inderdaad overal op in te gaan. Want je krijgt ja. zoveel gedachten, maar... Het, het is helemaal niet nodig om daar heel de tijd mee bezig te zijn. Zou ze willen weten hoeveel gedachten er wel niet... Uh, door een gemiddeld uh, hoofd gaan ja, elke veel. dag? Ik denk uh, miljoenen misschien wel. Maar daarom is het wel goed als je dan een gedachte hebt... en, en is een beetje een gekke gedachte, om daar misschien wat meer op te focussen... om erom te kunnen gelachen. Wij doen bijvoorbeeld veel uh, 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 liedjes naar Freek trekken. Ja, en dat heb altijd uh, toch gedaan. Dat deed ja. ik met Saskia trouwens ook al. Veel de gekkigheid zien in situaties die een beetje frustrerend zijn. Zoals we in dat hotel met die lift wilden... en dat we eerst niet begrepen dat we een kaart moesten laten zien zeg maar aan die lezer. Mm. dat we toen op en neer en op en neer gingen... omdat er was een heel uh, stel senioren wat met de lift naar beneden wilden. Ja, één verdieping. En eerst worden we gefrustreerd ervan en daarna zie je dan ook weer de gekkigheid van in. Ja, dat het je, is... de, je de hele tijd maar met die lift heen en weer blijft gaan. Ja. Maar sowieso al dingen wat luchtiger bekijken in die zin toch. Ja. Want we maken het al zo zwaar voor onszelf uiteindelijk. Mm -hmm. Wij, wij zitten ook wij dansen best wel veel door, de, door het huis heen. Uh, lachen ook wel veel om dingen. Op hele rare dingen waar de meeste mensen denk ik, niet eens begrijpen waarom we erom lachen. Maar goed, nee. ik denk dat uh, Ja, het klinkt een beetje dom, een beetje zweverig, maar je inner kind of zo. Ja, inner kind echt, ja. Dat wilde ik eigenlijk ook zeggen toen ja. jij zei. Want uh, heel veel kinderen. Als ze jong zijn, die gooi je gewoon dingen eruit. Die ja. maken gekke geluiden, die rennen, die springen, die dansen. En als volwassene word je eigenlijk een beetje bewust van dat het misschien nou, wordt, wordt als je wordt. Bijna het bijna geleerd om ja. niet meer gek te doen, omdat het raar is. En dat, en dat wij dat met elkaar. Uh, kijk naar, ja. uh, naar uh, Bed Breakfast van Liefde. Mm -hmm. uh, het was natuurlijk een rare gozer die Walter. Maar hij danste en dat soort dingen wel. Dat, ja. Ik denk dat het wel ergens. Ja, het ziet er een beetje. Het is ook een beetje de conditionering van de mensen, toch? Als, als wij oude mensen zien dansen, vinden ik het raar. Ja, en, en, en dat het op zo'n bewust moment dat ze er echt voor kiezen: laten even gaan dansen. Maar ja, juist dat is eigenlijk uh, heel goed. Dat je als je het voelt, dat je het gaat doen. Ik denk het wel, ja. Kijk, ja. ik vind het nogmaals, ik vind het ook raar. Ergens om het te zien. Als ik mezelf zie, soms ja. hoe wij soms doen, denk ik ook van jeetje. Ik werd er gisteren bijvoorbeeld weer op aangesproken dat ik vaak tegen je meid zeg. Oh ja. Maar dat is iets wat ik dus gewoon automatisch doe, omdat ik gewoon. Wat zeg een beetje je tegen iedereen. Een beetje de, uh, hoe wij praten toch uiteindelijk. Ja. Maar dan word je er heel bewust van dat het raar is dat je dat doet. En dan denk ik van, ja, vind ik een beetje kut eigenlijk, want ik wil gewoon lekker mezelf zijn. En ja. niet dat andere mensen. Want die, diegene die zei van dat het cringe was. Ik denk, wat is er cringe aan? Wij praten gewoon zo, toch? Mm. Uiteindelijk dat jij het vervelend vindt, dan kijk je niet naar mijn video's, toch? Nee, maar dat uh, voor iedereen is weer anders iets... cringe, toch? Ja. ja? Uh, ik kijk toch ook wel eens naar uh, YouTubers en dan denk: ik, ik vind cringe als iemand uh, bijvoorbeeld uh, uh, ja heel erg uh, sessie gaat doen of zo. Ja, ja. Ja, ja dan kan ik dan ook een beetje cringe vinden. Ja. Maar. Um, aan de andere kant, het is wel gewoon hoe diegene. Het is hoe diegene is natuurlijk is. En als je dat allemaal moet beperken hoe je praat en hoe je doet. Ja, Ik denk dat het dan uh, aan de ander is om te denken. Ik kan dit niet aan, ik kijk het niet meer. Ja, want het is. Het, ik vind het ook zo raar. Want je beperkt iemand anders in in de in hetgene wat zij. Wat, zo, het klinkt wel allemaal heel zweverig, maar goed. Je beperkt die ander wel in hetgene wat diegene nou, is. Nou, maar het is ook hoe jij het opneemt. Jij ja, vindt het vervelend om het te horen. Ja. Uh, maar ja, je kan ook denken van... nou, diegene die, die vindt dat heel erg uh, cringey blijkbaar. Ja ja dan is het aan die zo... ander om te denken van ik kijk niet meer kijk het is ook aan mij om of ik het binnen laat komen of niet hè? Dat is ja ik denk dus... dat dat een wisselwerking is hè? je kunt tuurlijk uh, woorden hebben gewoon effect op mensen ja. en ook al uh, denk je van jezelf uh, kom niet binnen ik laat het niet binnenkomen alles blijft een beetje af en toe hangen en je laat het weer los en het komt weer op ja. ik denk dat dat net zoals gedachten komen en gaan is um, en niet alles je hoeft ook niet te je hoeft ook niet uh, om meer van ijzer te worden. Van niks raakt me meer. Nee. Dingen mogen gewoon raken. Het is dus de manier hoe je daarnaar daar mee omgaat. Ja. Hoe, hoe je ja je leven eigenlijk gaat bepalen. Dat is zo. Ik. Je moet in ieder geval niet jezelf veranderen voor anderen. Als jij nee. het leuk vindt om te dansen en mensen vinden het raar of zo. Doe ja. gewoon. Fuck it. Ja, en als jij uh, het uiteindelijk toch niet weet los te laten... dan kun je kijken van, nou, ik ga het niet meer delen. Dat kan ook. Ja, nou ja, ja goed. Meid zeggen is zo erg uh, in mijn uh, vocabulaire... Ja. Gere... <laughs> maar dat deed je ook al voor mij, toch? Ja, ja, ja ik heb nog beelden van een saske dat ik ook ja. daar uh, mij tegen zei. Ja, nou, maar, meid. ja, maar mijn hele gezin noemt elkaar meid. Ook als, er, als ik het tegen mijn broer zeg, ik ook meid. Ja. Ja, ja. het is gewoon een stopwoordje. Ja, het is een beetje... Uh, ja, goed. Ja, nou, goed. Kijk, dus uh, proberen in ieder geval alles uh, met humor al te bekijken. Mm -hmm. Ook met uh, zwarte humor, met donkere humor, met uh, lichte humor. Alles toch? In Licht principe kunnen ja, uh, Wat Ja, wat. Door, uh, Doorsnee. <laughs> lichte humor is voor iedereen. <laughs> donkere doorsneen. humor is wat je online beter niet kan delen, zodat je niet gekend <laughs> kan worden. Dat is een beetje het ding. Ja, nou ja, wij. Ja. Ja, dat is wel waar. Wij inderdaad. zijn wel hard in onze humor soms, hoor. Ja, ja, wij kunnen ook geintjes maken, inderdaad, over uh, ja, periodes dat ik bijvoorbeeld depressief ben geweest of zo. Daar kan ik ook heel hard over zijn. Ja, ja, ja. Ik maar ik kan... denk dat het dat ook geluchtiger maakt ja, voor ons dan, hè? want dat hoeft niet iedereen. Over te mijn moeder, daar maak ik ook heel veel grappen mm. over. Uh, zoals je weet, en soms uh, vinden mensen dat nogal heftig. En dan denk ik, ja, ja het is voor mij 15 jaar geleden volgend jaar. Je <laughs> ja. nu niet meer. Als je dan nog niet om kan lachen, dan moet je. Dan, dat, dat, ik denk niet dat dat heel erg uh, fijn is voor jezelf. Nee. Je moet er wel mee kunnen Soms moet je ook gewoon een beetje kunnen peilen hè? of het te soon is. Too soon. Ja, maar 15 jaar ging niet heel erg soon hoor. Als nee. ik gewoon een grap maak over uh, weet ik veel wat. Ik heb wel eens met iemand gehad uh, die zei: uh, Voor de gein uh, jij en je moeder. Ik zeg: Nou, die is dood. dat, ja. kan dat is zo. Het dus is echt zo. Ik zeg ja, maar niet uit. Dat is al jaren geleden. Dus dat, is, uh, dat komt wel goed. Ah joh, ja. Ja. Ik hoop dat, ik, uh, dat, ja, dat je uiteindelijk gewoon ik... over veel situaties gewoon. Ik Zo hoop dat we met de, met de wereld wat meer kunnen gaan lachen op een gegeven moment weer. Ja, en dat we elkaar wel serieus blijven nemen. Maar dat we ook de humor van dingen kunnen. Nemen. Want ik denk dat daar gewoon. Op een, een gepast moment. Een, ja. Daar zit natuurlijk ook gewoon de kriem de in. Dat we denken dat we niet meer serieus genomen worden zodra mm. we ergens zelf om gaan lachen. Um, ja, ik heb mijn tijden in mijn leven ook wel veel te serieus genomen. Maar... Pff, ik heb mijn angst alleen maar serieus genomen. En ik besef me dat steeds meer de afgelopen tijd. Dat Ik denk, oh ja, een, een, een reactie van je lichaam. Hoeft niet te zeggen dat er echt iets is. Nee, en, en dat is en hetzelfde met gedachten. Ja. ja, ik uh, voelde me gisteren iets wat weer, uh, dat ik dacht van, uh, jeetje. Nou, jij lag op bed en ik dacht echt van... Het jeetje. zal wel weer eens tijd worden voor een uh, depressieve periode, denk ik. Echt? Ja, ik had echt gisteren een beetje die gevoelens van, ja, dan krijg ik gevoelens dat ik ergens naar verlang. Dat is heel oh. raar, maar dat heb ik in mijn depressie ook gehad. Oh. Dat ik het ergens lekker vond dat ik zo weinig voelde. Als in, nou dan kom ik bijvoorbeeld bij de tandarts liggen en normaal gesproken was ik daar gespannen voor ja. en dan lag ik gewoon nog net niet te slapen. Nou, laten we eerlijk zijn, het is, lijkt me ook heerlijk om gewoon niks te voelen bij je dingen. Ja, maar dat is, depressie is aan de ene kant vond ik dat heel erg naar, omdat je Echt levenslust... is depressie wil trouwens hoor. Nee, je levenslust is een beetje weg, maar ergens voelde het wel veilig en ik voelde zo weinig. Ja. Dus dan soms, als ik van die periodes heb, zoals gisteren, dan denk ik van, ja, het is ergens ook wel weer lekker om helemaal niks te hoeven van jezelf. Uh, maar dan dat zijn gedachten die komen en gaan. En vandaag ben ik wel veel een stuk helderder in mijn hoofd. goed geslapen. Ja. En dan is dat ook weer een beetje weg. Maar ik denk dat als ik er helemaal op in was gegaan. Hè, als ik met jou nou uh, uitvoerig had ge, gepraat over waarom ik me zo rot voel. Dan had ik er misschien wel meer in blijven zitten. Ik denk dat je het ook... Ja, je kan het natuurlijk gewoon benoemen. Ik voel me even niet zo goed. Ja, maar we doen... Ik deed gisteren op een gegeven moment ook een beetje gek tegen je in de kamer. Om een beetje een grapje te maken ervan. Ja van Het uh, je altijd ja. zo lamlendig en toen ging je op een gegeven moment wel lachen. Op een gegeven ja. moment is dat wel goed, want anders ga je er alleen maar in zitten. Dat is ja. echt gewoon vervelend voor jezelf ja. ook. Ik denk dat ik met jou wel het meest geleerd heb om uh, gewoon uh, dat gevoel van dat je moet lachen, dat niet weg te drukken. Nee. Want dat ja ik heb dan ook ervaren dat het helemaal niet, als wij het ergens over hebben, wordt het helemaal niet minder waar of zo. Nee. Nee, maar ja. ik denk dat je dat ook moet ervaren. Ja. En, um, ja, normaal gesproken je eerste instinct is natuurlijk gewoon wegduwen als jij een grapje maakt van nee, want ik kan je moeder serieus nemen. Mm -hmm. Maar ergens, uh, ja, uh, het is gewoon als je lichaam, ja, als je dat voelt, waarom, net zoals je nare gevoelens voelt, mag je dat ook gewoon voelen. Ja. Ook al is het even, ja. Ook komt het, het misschien dit. niet op een moment waarvan je denkt, dit is, dit is handig of zo? Ja, ja, dan ben ik helemaal met je eens, inderdaad. Ja. 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 Snackje van de week? Ik weet niet of ik deze nou trouwens al heb genoemd, maar ik. Ik denk het wel. Heb ik het wel genoemd? Ja, jij bent er zo'n fan van, dus het zal bijna raar zijn als je het nog niet benoemt. Ja, als ik het nog al benoemd heb, sorry ervoor, maar ik heb het nog steeds niet op. Dus misschien dat mijn craving er gewoon heel ja. erg naar is. Het is namelijk gevuld speculaas. Maar waarom haal je dat niet even? Omdat ik niet weet welke het beste is. Ik moet genoeg volgens jaar... Kun je bij de pakker gewoon even halen? Uh, Westling zou het ook wel hebben. Oh, denk dat zou ik. ook wel lekker kunnen zijn, ja. Dat is een one. Uh, Gevuld speculatie. Ik weet niet of jullie daar zo fan van zijn, maar ik ben er zo fan van. Ik vind het, zo... het is echt de perfecte combinatie van alles bij elkaar. Zoet, amandel. Als het echt amandel is trouwens. Zoet, zoet, zoet. Uh, zoet amandel. Nee, amandel hoeft niet per se zoet te zijn. Nee, dat is wel. Nou ja, als er suiker aan toegevoegd is, is het is wel een zoetige noot. Dat wel. Is het, is het eigenlijk een noot? Is amandel een noot? Of een vrucht? Weet ik nooit. Nah, dat is een ja, nee, het kan hoor. Het kan ook een vrucht zijn. Het is, ja, ik weet even niet hoe dat zit. Maar goed. Maakt niet te moeilijk voor weten ja, nu maakt het ook wat te moeilijk inderdaad. Ja. Uh, maar en met speculaaskruiden, en uh, deeg van speculaaskruiden. Maar is dat dan eromheen, harde speculatie en daar tussen? Mag zacht. allebei van maar, maar. het liefst eigenlijk zacht. Allebei. Hoe is het zacht dan? Speculaas kan ook ja. zacht zijn. Is gewoon zacht. Maar Is, uh, het, is het dan niet eens meer een soort van taart of zo? Of, ja, kan. Ja, maar het mm. kan ook hard zijn. Dus het, het is gewoon best of All Worlds. Ja. Maar ik heb het al twee jaar niet op. <laughs> echt waar, ik heb het al twee jaar niet gegeten. omdat ja, ik, dacht met dan... je, ik denk ook dat je het te groot hebt gemaakt in je hoofd. Nee, nee, schat, het, het is echt lekker geworden. Ik ik moet, geloof eh, het volgend jaar gaan we een test doen met ja. alle speculaas uh, uit de supermarkt die we kunnen krijgen. Gaan we gaan eindelijk eens kijken welke de beste is. De welke maar kanaal. wil jij niet gewoon uh, uh, überhaupt het even halen? Want ik geloof het eigenlijk niet. Oh, jij wilt, dat ik het, echt fantastisch, en... is. het is ik wilt echt fantastisch is. Ik wil het eigenlijk even eten. Oké. Okay. Gaan we het halen? Ja. Oké, okay, nou, dan <laughs> weten we dat ook weer. Uh, ja, jongens, uh, interessant onderwerp wel, denk ik. Ja. Toch? Ja, ik vond het um, verhelderend weer voor ons allebei. Mocht je nog vragen hebben, uh, dingen willen weten, wil je, heb je onderwerpen waar je ons over hoor, hoor, wil horen praten? Uh, je kan het op Spotify, zal ik even een, uh, een, een, een vraagtekstje een doen, dat kan je gewoon insturen. Dat zien we. Op YouTube kan je het natuurlijk gewoon onder de YouTube-video uh, plaatsen. Ja, ja. dan uh, gaan we maar verder met lachen. Geen koken. vieze vragen graag. Ja, mag ook vieze geen vragen. Geen funstige vragen. Mag hoor van mij. Maar oh oké. Okay. Hoezo mag het niet vunzig zijn? Ja nee, dat vond ik gewoon. Uh, ik wil dat niet lezen hoor. Ja, we zijn dus... Je leest niks. Je leest geen. Comment, geen vraag, niks. De Heel hele... soms kijk ik, ik onder. Ik ben jouw Heel filter. Heel soms kijkt het even onder, want uh, dan vind ik het wel weer even leuk over um, iets uh, te lezen. En uh, laatst zag ik dat iemand zei, uh, ja, een, een thee als snack, dat ze dat wel leuk vond. Ja, thee is als snack ook erg lekker, toch? Maar ik vind eigenlijk alles kan een snack zijn, toch? Dat alles een snack kan zijn. Zelfs snackomkommertjes. Snackomkom, dat is dus letterlijk zit in de naam. Snacks. Ja, maar ja, je denkt, ja, hoe kan dat nou een snack zijn? Je moet trouwens... Uh, mag ik er nog een snack van de week toevoegen? Oeh, ja, dat mag. Als het heel snel kan. Uh, als je bij Crisp een keer bestelt, moet je even die mini um, paprikaatjes nemen. Ja, die zijn goed. Ik vind paprika dus heel uh, onsmakelijk. Vooral die rode, dat heb ik echt niet, uh, niet te doen. Maar ik had die en ik dacht, ja, wow, what's this? Ja, die zijn That's wel lekker. Ja. Die ja. zijn uh, niet zo bitter qua smaak. Een beetje hummus erbij. Mm. Ik vond dat echt lekker. Hij ja, heeft sowieso zin in hummus nu. Want ik ben echt zo'n typische meid die niet van groente houdt. Dus ja, zij is echt een typische meid. Nee, mijn van woord van dat het lekker was. Ja. ja. Jongens, we zijn er volgende week weer. Tot dan.